the spirits of our ancestors. Komen er nog een paar aan, neem ik aan. Yep. Wat is dat voor teken op de kaart? Wat is dat? I stand before you. Oh nee, 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 nee. Dat is de grote. Nee, dat is de grote ding. Of niet? Oh, oh, er zijn paladin zombies. Ik dacht die grote. Hallo paladin. Terp. Oppassen dat ik niet weer trap. Oh shit, nee. Oh fuck, ik was helemaal fire steel vergeten. Nee. God, dat is het enige positief van heel deze wave. Ik heb wel veel geld. Dat is een feit. Ik heb die money. Oh, ik was even. Ik heb bijna zombies allemaal gekild. Zijn jullie de laatste twee? Zeg alsjeblieft wel. En ja, die kruiper die schiet ik al af, want die gaat toch dood. Die bloeit dood. Dus gek werk als je niet afschiet. Maar heb ik die andere nou in hun teen geschoten? Ik hoop het niet. We gaan lopen. Let's go! Aangezien we toch die kant op moeten, omdat daar het ding kapot is. Volgens mij is er maar eentje die kapot is gegaan. Ik kan gelijk even kijken of dat daar een... of daar de kist staat. Met een beetje geluk staat die kist. En krijg ik nog een veel beter wapen dan dat ik een Galil zou pack-a-punchen. Want dat is een leuk wapen, Galil, heel leuk. Maar als je al een light machine gun hebt, heb je echt niet echt een Galil nodig. En hoeveel health heeft dit ding? Bijna kapot. Jullie zijn allebei voorbij, gelukkig. Come on. I curse this debilitating is dat? Mud. Is dat die ene die kapot is? Zeg alsjeblieft van wel. Ik hoop het wel. Dan is het niet allemaal voor niks. Let's go! Come on. Oké, okay, even kijken wat in de kist zit. Ik wil kijken. Ik ben zo benieuwd, jongen. Ik ben zo benieuwd. En dit ding is kapot, volgens mij. Ja, die is kapot. Volgens mij is het de enige die kapot is. Was die doos? Oh, die staat hier. Ah, dan moet ik eerst die power weer aanzetten. Ja, dat is niet zo'n probleem. Maar ik wil die zombies niet killen. Die bij mij lopen. Op zich. Moet dit toch lukken? Gewoon heel het voorbij rennen. Want ze gaan uiteindelijk toch dood. En nou, als ze niet meer spawnen is niks aan de hand. Kijk maar, dan loop je gewoon heel het rondjes. Tadaa. Ze hebben gelukkig ook nog bijna mijn ratje kapot gemaakt. Ze kan daar ook nog een nieuwe pak ook. Dat is ook chill. Ik hoef helemaal geen perk. Ik denk deel ervan dat ik een perk moet kopen, maar dat is nergens voor nodig. Heb ik zo... Yes, ik heb 6 van 6 nou. Dus ik kan sowieso nou packen puntjes mocht het nodig zijn. Yes, de Mark 2. Nou ben ik binnen. We gaan dit ding packen punchen. Nou heb ik gewoon... Wauw, dit is chill. Want een gewone reken vind ik persoonlijk fijner. Want die... ja, gewoon die vind ik fijner schieten. Deze heeft alleen geen splash damage. En dat is zo'n groot verschil. Dat dit ding gewoon zoveel beter is. Ik hoop dat ze niet doodgaan. Daar ga ik vanuit van niet. Maar in ieder geval, je kunt ze eigenlijk dus niet killen. Van dichtbij. En dat is het grootste voordeel. En daarom ben ik blij dat ik dit ding heb. En kijk hoe awesome dit ding is, jongens. Dit ding is legendary. Ik moet even oppassen voor die zombies. Nou, dat ik die grote niet... Want ik denk dat die tank, zeg maar, ik noem het nog gewoon een tank, die kleintjes, dat ik die nou wel snel dood heb. Dus ik kan dit ding neerzetten, dat ze hem kapot maken. Dan kan ik daar een nieuw pakken. Oh shit. Oh shit! Oké, maak dat ding kapot. Maak dat ding kapot. Goed zo. Als ik kapot maak, kan ik een nieuw pakken. Dat is het idee. Hallo. Wow, nou ben ik blij, jongens. Nou ben ik blij. Ik kan nog een perk kopen. Ik weet alleen niet welke ik zou kopen. Dan kunnen we straks nog even kijken. Dan kunnen we ook even kijken of ik misschien wat parts kan vinden. Kijk misschien even op internet. Ah, shit. Ik kan niet op internet kijken. Ik ben voor jullie aan het uploaden. Een andere video op dit moment. Die staat waarschijnlijk al lang online als deze video online komt. Maar daardoor kan ik niet op internet. Dat is wel minder. Ik zou dan denken, claymores. Die zijn chill. Maar niet nodig, denk ik. We gaan verder waar we gebleven zijn. Nou ben ik niet heel erg bang voor die grote. Dus ik ben benieuwd. Als ze komen, dat ik ze gewoon kapot schiet. Ik ben nog steeds benieuwd, wat staat er? Zijn er misschien letters of zo bij die... die pack-a-punch, die P bijvoorbeeld. Ik denk dat het voor pack-a-punch is. En dan boven de slide of hand heb je een O. En dat andere is misschien een G of zo. Misschien staat daar iets, ik weet niet. Ik heb echt geen flauw idee, heb ik me echt niet in verdiept. Wow, dit is zo chill, dit wapen jongens. Dit ding had ik echt nodig. Gewoon voor het hier survivalen. Gewoon zo chill. Chill, chill. Chill, 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 chill. Ik heb ook nog veel geld. Oh, nee. Oh, ik dacht om mijn ruitje kapot te halen. Hij had me in mijn zij gehit. Woe! Dat was zo close.
Nou, we gaan schieten. Daar hebben we een punt voor, hè. Die rekenen is allemaal maar gewoon voorzorgsraad maatregel. Raad mee, gewoon ook zeggen. Ik heb vandaag echt een spraakgebrek. Ik weet dat ik deze video in meerdere delen knip, maar wat ik nou allemaal al heb gezegd is echt zo'n onzin allemaal. Oh, lekker shit. Pak die bom. Oh, dat kan je niet meer doen. Daar ligt blood. Zombie blood. Kijk dat dit de laatste zombies zijn of spawnen er nog? Dus spawnen er volgens mij nog. Hier, dus spawnen er nog. Doe hem zo. Schiet hij jou gewoon met deze af. Die regen, dat geloof ik wel. Het is echt wel, wel chill dat ze in alle mappen nou zitten, die nieuwe regen. En niet alleen in Buried, want in Buried kwam hij. Wat zegt hij allemaal? Barbarians. We zijn bij 16, we hebben alles al. Ja, bijna. Ik was aan het drinken, maar ik denk ineens aan. En dat is natuurlijk staffen. Staffen heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Heb ik hier eigenlijk geen soort van Bowie knife of zo? Ook wel handig. Hey jongens, ben ik weer. Ik werd even geroepen. Soms hè, de plicht roept. Maar waar de laatste of niet? Ik weet het helemaal niet eens meer. Oh shit, tank. Ik gooi wel eerst even dit ding weer. Zekerheid. Hij ligt in de map volgens mij. Dus ja, mooi. Ik heb geen last van hun. Sterft hij? Hij sterft. Ah ja, juist. Niet goed. Daar, wat bedoel ik dus? Hij heeft geen splash damage. Woe! Ik zat even trapped. Daar had ik heel veel geluk mee. Dan moet ik mijn eigen nou niet eens nog naaien. Ik gooi even monkey bomb. Ik zie max ammo. Dat was close. Ik ben dan helemaal uit mijn trance, hè. Eventjes geroepen en het gaat helemaal fout gelijk. Nee, wauw. Zag dit, jongens. Dit was zo'n geluk. Dat ik die regen had. Als ik die regen niet had gehad, had ik dat nooit overleefd. Met een gewone regen was je dood geweest. Want je schiet van... van dichtbij, waarom pak ik dan kijk ik? Je schiet van dichtbij, schiet je op zombies. En daardoor ga je zelf altijd dood. Ja, ik hoef trouwens niet eens in de kist te kijken, want ik weet dat er niks meer in zit, want ik heb het beste. Ik heb hetgene echt het beste wat er op het moment is, vind ik dan, hè? Dus ik ga niet meer kijken. Ik hoef ook geen drie wapens, dus ik weet niet of die perk erin zit. Maar we gaan even rondlopen en kijken. Oh, er zijn nog zombies. Er spawnen nog zombies. Er zijn er twee. Ik moet wel oppassen dat ik... dat die grote, ik kan zeggen, ik hoorde al iets trillen. Maar ja, dat die mij niet killen. Ja, even zo meteen even lopen. Ja, wie de perk? Welke perks zijn er? Waar staan de perks? Allemaal vragen waar ik geen antwoord op weet. Misschien ook, ja, ik wou zeggen op internet. Ik kan er steeds niet op internet. Dat is wel jammer. Nou, als ik op internet kan, dan weten jullie het waarschijnlijk gelijk, want dan gaat mijn telefoon trillen. Dus dat is de grap. Ik ben iets aan het uploaden. En als dat geüpload is... jullie zijn altijd super snel met comments plaatsen. Jullie houden echt mijn kanaal enorm goed in de gaten. Dat vind ik zo leuk. Dat ik gewoon zie, ik upload de video. Een paar seconden na zie ik gewoon al van allemaal comments geplaatst. En noem maar op. Geliked. En dat vind ik gewoon vet. Dat vind ik echt leuk om te zien dat jullie gewoon echt mijn kanaal in de gaten houden. Van kijken of Dennis weer een nieuwe video heeft. Dus als mijn telefoon trilt, weet ik dat ik internet heb. Want dan dat kan. Dan krijg ik een mailtje als jullie comment plaatsen. Dus ja, dan weet ik dat ik daar kan kijken. Waar is die andere? Oké, die loopt erachter. Het ziet er nou uit dat er niks meer komt. Als ik aan het denken, ik zit ergens aan het denken. Ik mis nog heel veel parts voor... wacht, hoeveel heeft dit ding? Bijna kapot. Ik heb nog niet heel veel parts voor die staffen. Wacht, even dit ding neerzetten. Zo, maak hem kapot. Maak hem kapot! Als ik hem kapot maak, dan pak ik weer een nieuwe. Dat is het idee. Zo. Een nieuwe. Zo handig, hè. Want als je dat niet doet, dan zijn ze ook gelijk kapot met één slag of zo, zul je dan zien. En dan, ja. Het is toch, het scheelt veel. Het scheelt echt enorm veel. Ik weet niet wat hier allemaal is, eigenlijk. Ik heb hier helemaal niet veel gekeken. Ik ben hier niet veel geweest. Hier is helemaal niks. Nou, daar zijn we dan ook snel klaar. Er is gewoon helemaal niks. Oh, vet, daar zag je die robot arm. Hallo! Zwaai terug. Ik heb het hele idee dat ik hier ook allemaal parts heb liggen. Maar ik ga trouwens helemaal naar die kerk. Maar die kerk was volgens mij zoveel shit, jongen. Daar ben ik bijna niet geweest. Volgens mij ligt daar echt enorm veel zooi die ik nodig heb. Dus dan gaan we even kijken. Ik kan daar gaan proberen te overleven en al die dingen gaan vullen en zo, weet je wel. Maar ik weet niet of dat allemaal, wat ik allemaal voor moet doen en dat allemaal nodig is.
En het makkelijkste is dan nou doen. Ik ben nou bij W16. Ik moet eigenlijk een andere deur hebben. Ik ga even terug. Ik ben nou bij W16. Dat is op zich niet zo hoog. Maar ik wil daar niet dood gaan. Dan ben ik daar al dood bij W16. Dat vind ik wel noob. Dus dat gaan we eigenlijk niet doen. Kom dan. Goed zo. Dus we komen. We gaan sowieso toch even kijken of we parts kunnen vinden. Ik weet niet of ik al die dingen moet vullen. Volgens mij wel trouwens. Moet ik al die dingen vullen dat ik daar nieuwe parts uit krijg voor die staf. Dat zou nog eens best goed kunnen. We gaan deze kant op. Hier ben ik bijna niet geweest. Daar heb ik geen zin in. Dat is modder. Dus ik dacht vast. Dat weet ik. Ik ga hier gewoon rustig aan een beetje rondkijken. Of ik hier wat kan zien liggen. Ik weet ook helemaal niet wat voor parts ik nodig heb voor die Maxis drone. Dus dat is ook best wel irritant. Dan gaan we sowieso beneden. Ai. Ah. Ik dacht Maxis drone shit. Ben je net een vliegende schoot of weet je zelf niet? Ik vond wel. Oh, what the fuck is dat voor rotzooi? Blijf opletten voor de robots. Ik zie niks. Ik zie nog steeds geen parts. Helemaal niks. En niks is weinig. Waar gaat deze commentary heen? Van een beetje onzin naar meer onzin naar alleen maar onzin. Nou, we gaan hier boven kijken. Want hierboven had ik zoveel shit gezien toen. Dat ik wel benieuwd ben hoe ik sowieso de paarse onderdeel kan krijgen. Ja, hier, volgens mij moet ik echt zombies killen. En daar die dingen, die zielen vullen of zo. Ik zit echt te twijfelen of ik dat zal doen. Want waarschijnlijk gaan we dat sowieso doen bij de Easter egg shit. Maar misschien is dat alleen voor de Easter egg. Zit ik het nou allemaal te doen, heeft het helemaal geen zin. Die tank kan ik rond laten rijden. Volgens mij had ik gehoord dat hij van die planken neerlegt. Waardoor je makkelijk kan lopen. Dus misschien dat ik daar ook even doe. Hier misschien een paard, iets geks in een hoekje. Niks verstopt. Oh, nou ga ik zelf in een hoek staan. Zo, snel langs. Hoe kom ik daar? Zo, eroverheen. Helemaal geen shit. Hier beneden ligt toch ook nooit iets, of wel? Want ik weet wel dat je moet zijn uiteindelijk voor die staffen, maar hier liggen volgens mij toch geen parts of zo. Oh, dat is van Max's drone. We moeten denk ik toch even in al die dingen kijken, want misschien ligt daar nog een onderdeel van Max's drone. En dat was close enough. Ik wil die drone hebben, dat is fucking bruut. Ik weet mijn god niet wat hij doet, maar het feit dat het een drone is gewoon al vet. En we hebben weer zo'n leuke schotel. Open box. Oh, wat krijg ik? Hopelijk geen wapen, maar parts of zo. Ja, ik heb die al. Ik heb die al. Spirits continue to nee! Nee! No! Fuck. Het is een ander wapen. Ik denk ik heb weer een... Nee. Ik denk ik krijg weer ammo. Kut. Mistakes were made. Dat was best een groot verhaal. Dat was best een grote faal. Fuck! Ik dacht, oh, hier zit een red dot op. Dan pak ik die wel, maar red dot, leuk. Shit! Nee! Waarom ben ik zo stom? Die wapens lijken zoveel op elkaar, hè. Dat is oneerlijk. Oh, fuck. Dat gaan we niet doen. Gaat hij ook nog op mij staan ook. Dan zien we dat weer gebeuren. Nee, ik kan die zo slecht tegen. Nou, moet ik wel die Maxis drone bouwen. Gewoon voor mijn eigen eer. Nou ja, op zich, we hebben genoeg geld. We kunnen straks handig weer die kist in. We kunnen volgens mij nog cap. Ik ga sowieso daar die kist in. Ik ga dit ding niet houden. Wauw, dit ding komt dichtbij, die robot. Boom. Oh, die stond direct rechtboven. Hallo. Ik denk, nou komt hij hier te staan of zo, weet je wel. Dan ineens ben ik plat. Nou, net niet. Net platvoet. Oh, een mijnenveld. Die moet ook niet te veel rennen. Volgens mij leden hier in ieder geval geen mijnen, voor zover ik weet. Ik ga sowieso even beneden kijken bij die... God, ik kan die zo slecht tegen. Ik kan zo slecht tegen dat ik die kist open heb gemaakt. Hé, wat ligt hier? Oh, perk. Wat krijg ik? Laat zien, wat heb ik? Wat is dit? Oh, Sherry! Dat is nice. Dat is zeker niet iets wat ik wel nodig is. Dat is zeker iets wat ik goed kan gebruiken. Dat zou ik zo zeggen. Anders snap ik zelf niet wat ik aan het zeggen ben. Even kijken, hier nog een parts hier liggen voor Max. Is een rotzooi. Oh, hier liggen wel allemaal parts in. Dat wist ik helemaal niet. Ik dacht gewoon, dit is allemaal rommel. Dus hier hoef je alleen te komen als je uiteindelijk alles gemaakt hebt. Dat is dus niet het geval. Dus we gaan al die dingen wel even in. Hé, hey, leuke schep. Ik heb al een schep.
Goed rondkijken. Hier lag trouwens die kist.